Goedenavond Amanda, we staan hier op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty 2019. Mag ik iets wat meer over jou te weten komen alsjeblieft? Ja, natuurlijk mag dat. Nou, zoals jullie gehoord hebben ben ik Amanda van Wezel en ik kom uit Nederland. Ja, wat zou je willen weten? Waarom doe je mee aan de misverkiezing? De grootste reden voor mij om mee te doen aan de misverkiezing is vooral omdat ik van kind af aan wil ik al iets bereiken. En voor mij was dit de ultieme kans om dat te doen. En wat doe je nu in het dagelijks leven? Wat is uw link met de sector? Ik ben bezig met een opleiding in de vorm van cursussen. En mijn link in de sector is nu nog alleen de opleiding. En ik hoop uiteindelijk mijn eigen zaak te kunnen beginnen. En welke opleidingen volg je juist? Ik heb waxexpert ben ik nu mee bezig. Massagetherapeut heb ik gedaan. Wimper extensions wat ik wil uitbreiden tot lash- en brouwexpert. En in maart start ik met schoonheidsspecialisten de opleiding zelf. Amai, dat is een heleboel. En wat vind je tot nu toe het leukste? Het waxen. Het waxen vind ik echt het leukste. Ja. Yeah. En wat brengt jou eigenlijk van Nederland naar België? Ja, in Nederland is dit concept niet. Dus voor mij was dit de gelichte de beste manier om in de wellnessbranche iets te bereiken, zeg maar. En wat te leren vooral ook. En hoe ben je dan eigenlijk terechtgekomen bij de misverkiezing hier? Ja, ik heb via berichten contact gekregen, zeg maar, met mensen van het bestuur. En vanuit daar ben ik gaan kijken. Ik denk, ja, ik vind het toch eigenlijk wel heel interessant. Dus ik ben er gewoon voor gegaan om te zien waar het schip strandt. En toen was ik een van de finalisten. Mooi, super, dat is heel leuk. Ja, en waar kijk je momenteel het meeste naar uit? Stiekem wel de vakantie hoor. Het is vakantie, het is volop trainen, maar dat lijkt me gewoon echt geweldig. Je krijgt zo'n connectie met de dames. Ja, dat vind ik echt het leukste. Het is inderdaad een heel fantastische ervaring. Ik heb het vorig jaar ook mogen doen. En je gaat ook heel veel bijleren daar op natuurlijk. Defileren, de danspasjes, maar ook over jezelf. Heel veel, je gaat jezelf eigenlijk wel tegenkomen op reis. En hoe is het band momenteel met de andere meisjes? Wel goed, denk ik. Ja, ik vind dat we een heel leuk team hebben. En ik denk dat de connectie naar iedereen toe ook wel loyaal is. Dus ik denk dat het een heel gezellig team gaat worden. En dat we het leuk gaan hebben. Ja. Oké, ik zou zeggen, geniet er ten volle van. En heel veel succes met jouw deelname. Yes, dankjewel. Dankjewel.